En vandaag gaan we het hebben over alles wat jij moet weten over HBO Max. En daarom heb ik Christophe van Ostade uitgenodigd. Dag, Christophe. Christophe, eerst en vooral misschien belangrijk. Wat is HBO Max juist? Ja, streaming zit in de lift. Eerder deze week, of vorige week, raakte nog bekend dat Telenet en Proximus al meer dan 33.000 tv-klanten hebben verloren in de eerste 3 maanden van dit jaar. Wauw. En die klanten die gaan dan eigenlijk naar die streaming-applicaties kijken over het internet. Er komen ook steeds meer streamingdiensten beschikbaar, eigenlijk van over de zee naar Europa en dus ook naar België. En de laatste nieuwe in dat rijtje is inderdaad HBO Max, die vanaf 1 juli voor het grote publiek beschikbaar zal zijn in België. Oké, dus het is een streamingdienst te vergelijken met Netflix bijvoorbeeld. Ja. Ja, oké. Wat voor content kan je dan zoal bekijken? Waarom zouden we het morgen best in huis moeten halen? Wel, HBO staat voor Home Box Office en dat is eigenlijk komt van de Amerikaanse kabeltelevisienetwerk. Het mediaconcern Warner Bros., wat dat wel een grote naam is in de filmwereld en andere producties. Uit het verleden, kijk bijvoorbeeld, HBO Max heeft The Sopranos geproduceerd. Sex and the City. Sex and the City ook. En Game of Thrones, wat dat toch wel uit een iets recenter verleden toch ook heel populair was. Die hebben daar nu dan een spin-off, House of Dragon. Dat is eigenlijk een voorbode van die serie. En andere nieuwe titels zijn The White Lotus. Dat heeft ook wel al prijzen gewonnen. Dus dat betekent wel dat het kwalitatief is. En daarnaast heb je ook de mogelijkheid om een sportoptie toe te voegen aan HBO Max. Dat komt dan eigenlijk dat je vanaf de zomer eigenlijk toegang gaat krijgen tot alle livestreams van Eurosport. Dus als je bijvoorbeeld alles of niets wilt missen van de Olympische Spelen in Parijs, dan moet je daar terecht. Alright. En de prijs, vergelijkbaar met die andere concurrenten? Hetgeen dat vergelijkbaar is, is met name dat ze met verschillende opties komen, dus verschillende abonnementstypes, wat we ook bij Netflix, Disney Plus en zo merken. Het standaard abonnement, en dan spreken we over dat je met 2 tegelijkertijd kan gaan streamen, dus 2 schermen tegelijkertijd, dan zit je aan €9,99 per maand. Vergelijkbaar bij Netflix bijvoorbeeld betaal je voor hetzelfde, dus 2 schermen tegelijkertijd, €14,99 per maand. Natuurlijk, de bibliotheek, de catalogus van Netflix is op dit moment veel uitgebreider dan die van HBO Max. Dat zal nog een beetje moeten groeien. Zo. Dat is wel zo, ja. Maar anderzijds heb je bij HBO Max ook wel de optie om een abonnement aan €5,99 per maand te nemen. Maar dan ga je reclame moeten kijken. Dus voordat je een content bekijkt of tijdens een content, bijvoorbeeld de reclame tijdens een film die je via tv zou kijken, dat ga je dan wel moeten bekijken. Maar dan betaal je wel €4 minder per maand. En daarnaast heb je nog de premium versie. En dat is voor 4 schermen tegelijkertijd. En dat is €13,99 per maand. Ja. En de sportoptie die is €5 betalend erbij. Oké. En wat zijn dan juist de gevolgen zeg maar voor bijvoorbeeld streams of... voor streams eigenlijk, hè? Want dat is wat wij te bieden hebben hier van ons... Streams werd gelanceerd als de Vlaamse Netflix enkele jaren terug. En had toen eigenlijk het voordeel, omdat het eigenlijk van de Telenet-groep uit is, dat er eigenlijk al een akkoord was voor exclusieve uitzendrechten van HBO-content. Dus dat zat eigenlijk al in het betalende tv-pakket Play More. Mm. En zo is dat dan eigenlijk via streams ook beschikbaar geraakt. Wat dat de gevolgen zijn voor die klanten is natuurlijk dat op termijn die content van HBO gaat verdwijnen op streams. HBO Max en streams zijn overeengekomen dat er nog een soort van overgangsperiode komt. Dus alle series, afleveringen of titels die gelanceerd zijn van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024, die zullen eigenlijk nog 6 tot 12 maanden, een beetje afhankelijk van welke titel het precies gaat, beschikbaar blijven voor die streamsklanten. Maar nadien verdwijnt eigenlijk de HBO-content. Dus alles wat dat na 1 juli ook wordt gelanceerd door HBO, dat zal je niet op streams kunnen zien. Dus wij konden vandaag op Netflix bijvoorbeeld geen enkele HBO-titel bekijken? HBO? Nee, normaal gezien niet. Want ze zijn daar zo heel... Dat is zeer exclusief. Ja, ja, ja. En je sprak over mogelijke gevolgen voor andere tv-kijkers. Ja, ik vermeldde al dat stukje van Eurosport, dus dat heeft ook gevolgen voor de sportkijkers. Dus mensen die dat graag live tennis kijken of live wielrennen, hetgeen dat niet op de publieke omroepen beschikbaar wordt gemaakt of in je tv-abonnement zit bijvoorbeeld. De zenders Eurosport 1 en Eurosport 2, die heb je bij sommige abonnementen wel. Maar die zenden natuurlijk niet alles uit.
tot op heden heb je daarvoor eigenlijk de Eurosport iPlayer voor. Daar betaal je €6,99 per maand voor. Maar Eurosport is eigenlijk ook een deel van dat concern Warner Bros. Discovery. En die hebben eigenlijk laten weten dat vanaf 22 juli er geen livestreams meer zullen zijn op die online platform. Dus ook niet op de website van Eurosport. Alles via HBO Max. Alles verdwijnt naar HBO Max. Dus dat betekent met de goedkoopste abonnementsformule van €5,99, dus dat je verplicht reclame moet gaan kijken ook, en die sportoptie, dan zit je aan €10,99 per maand. Dus dat betekent voor die sportliefhebbers €4 per maand meer voor hetzelfde. Oké, je krijgt dan wel HBO bij, maar daarvoor heb je eigenlijk initieel niet gekozen. En dat is eigenlijk iets wat we wel vaker aan het zien zijn, namelijk dat de sportrechten, de exclusieve uitzendrechten van bepaalde competities of bepaalde evenementen steeds belangrijker wordt, ook voor die mediagroepen, en dat daar ook weer wordt gespeeld en natuurlijk doorgerekend wordt aan de consument. Denk bijvoorbeeld aan DAZN, dat is de rechtenhouder tot en met volgend seizoen, denk ik. Dus het komend seizoen dat gaat beginnen van de Jupiler Pro League, zijn zij de rechtenhouder, dus zij bepalen eigenlijk meer de prijs. En ze hebben ook al aangekondigd dat er vanaf 1 juli een prijsstijging volgt voor hun verschillende formules. En dat kan gaan van 5 tot en met €11 per maand verschil. Dus dat is opnieuw een flinke prijsstijging dat je te slikken gaat krijgen als sportliefhebber. Als je optelt wat je allemaal betaalt, dan heb je toch al wel wat, hè, de meeste. Nu, die kabelknippers, want zo heet dat, je zei het in het begin, hè, bijvoorbeeld 33.000 mensen hebben begin dit jaar al gezegd geen... Hoe zeg je dat? Standaard tv-abonnement meer? Ja, geen eigenlijk. Digitaal tv-abonnement. Geen digitale televisie. Via een provider. Hoe komt het nu dat dat zo in de downward lift zit? Ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen. En de belangrijkste reden is besparen. Het is natuurlijk goedkoper om die decoder terug te sturen naar je operator. Zeker als je tevreden bent met een beperkt aantal tv-zenders, kan je eigenlijk gewoon voor de tv-applicatie die je operator ook al aanbiedt tegenwoordig. Ja, zoals VRT Max of GoPlay. Nee, dat is een betalende tv-applicatie bij bijvoorbeeld Telenet of bij Orange of bij Proximus. Die hebben dat ook. En dat is dan de helft goedkoper en je hebt 20 tot 30 kanalen, bij wijze van spreken. Dat wist ik helemaal niet. Ja, dus dat is al een optie om te besparen. En wat je zelf zei, de goedkoopste of de goedkopere oplossing is nog om te switchen naar die gratis platformen zoals VRT Max, VTM Go. En dan kan je makkelijk tot €20 per maand gaan besparen. Mm-hmm. En dat kunnen we dan eventueel gaan gebruiken voor zo'n betalend streamingsabonnement om toch ook misschien wat andere series te kunnen bekijken. Ja. Oké, besparen. Maar het internet is ook gewoon makkelijk, denk ik. Ja. En vooral, we zitten met een hele generatie die... Mijn zoon, die is 10 jaar, die kijkt geen televisie meer. Maar het is gewoon ook gemakkelijker geworden om via het internet inderdaad te gaan streamen. Dat is ook veel makkelijker dan van operator te veranderen. Om te zeggen, die operator heeft die tv-zenders dat ik absoluut wil kijken. Mm. Ik ga even switchen. Ja, een vaste switch maken tussen telecom en operator is veel moeilijker bij zo'n streamingsabonnement. Je kan makkelijk van de ene maand op de andere naar een andere switchen. Belangrijkste daarbij is, zorg gewoon dat je een abonnement hebt voor hetgeen wat je effectief gaat kijken. Stel, je wilt een nieuwe Netflix-serie bekijken. Absoluut, die wil je uitkijken. En nadien heb je zoiets van, de catalogus spreekt mij momenteel niet zoveel aan. Desabonneer je, kies een andere of kies dat geen. Dat kan. Dat kan, ja. Je mag je eigenlijk zo vaak als je wil... Absoluut, ja. Gewoon desactiveren en vanaf dat je opnieuw klant wilt worden, dan maak je het opnieuw aan. En zo kan je eigenlijk een beetje gaan switchen tussen die verschillende platformen op het moment dat jij het wilt gaan kijken. Ja. En dan een laatste ding natuurlijk, de groep van de nestverlaters die het ouderlijk huis verlaten en alleen gaan wonen, het belang daarbij om nog een digitaal televisieabonnement te nemen... Die staan voor die keuze. Hè? Die daalt gewoon. Hè. We zien uit cijfers dat in 2023 maar 6 op 10 zo'n abonnement nog had. En 11% eigenlijk, waaronder dan 11% eigenlijk zelfs dat abonnement al heeft opgezegd. Mm-hmm. Als ze het hadden genomen. En die groep daaronder, waar je nou ook verwijst met je eigen kinderen, die stellen zich die vraag zelfs al niet meer, want die kijken YouTube of Netflix gewoon via de smartphone en die gaat niet... per se voor de televisie in de zetel gaan hangen om de afstandsbediening te nemen. Nee. En toch is de charme een beetje weg, vind ik. Dat er een bepaald programma ging starten en iedereen samen voor... Ik heb nostalgie, Christophe. Daarvoor hebben we nog het EK met Roy Duivels. Hè, dus. Ja, wel, maar dat zijn toch zo van die momenten dat iedereen... Dat dan, om 6 uur begint het en om 6 uur... Ja. Snel naar de wc tijdens dat kwartiertje. Ja, dat is waar. Ja.
Merci. Christophe, hebben Graag we alles besproken? Ik denk dat we rond zijn. HBO Max, zag ik op de website, kan je de eerste 2 weken ook eens gratis proberen. Ja, maar dat is bij de meeste van die diensten, dat je eigenlijk een instap, een proefperiode krijgt van twee weken, meestal 14 dagen inderdaad. En dan nadien start de maandelijkse facturatie. Maar opnieuw, makkelijk te beheren om dat op te zeggen. Dat is een goede tip. Ja, inderdaad. Oké, merci. Ja, graag gedaan. Tot de volgende keer. Absoluut. Dag.